vandaag een jaar een relatie, jongens. Nou, jongens, daar gaan we. Richting de stad Brussel. Dit wordt hem. Oh, dit is het. What the fuck? Echt? Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag is een hele speciale dag. Want, kom er eens bij. Wij hebben vandaag een jaar een relatie, jongens. Oh, godzidori. En ik zei, wij hebben een jaar contact. Dat zei de vorige keer ook al. Ja, dus vandaag is onze laatste dag. Nee, dit is het laatste weekend. We gaan naar Brussel, jongens. Ik had het al gezegd, we gaan naar Brussel gezellig. Dus ik heb mijn spullen gepakt. Het ziet er misschien een beetje veel uit, maar uiteindelijk valt wel mee hoeveel het eigenlijk is. Het is gewoon... Ja, maar... Zeg maar, hier moet ik mijn camera-spullen in doen. En zeg maar, daar heb ik gewoon mijn onderbroeken en mijn andere spullen in. Dus. Ja. Jij bent nog redelijk rustig eigenlijk. Ja, daar... Nou ja, twee dagen. Ik heb 5 dagen, hè, want ik ben tot dinsdagochtend ben ik bij jou. Ja, oké, dat is waar. Nou goed, wij gaan de auto in. En ik keek net en Brussel is eigenlijk helemaal niet ver. Het is maar 2 uur rijden. Ja, oké, nou ver. Nou, 2 uur rijden vind ik niet ver. Ik heb een bad hair day. Nee joh, kom. Daar gaan we, jongens, richting Brussel. Autosleuteltjes mee. Daar gaan we. Weet je wat trouwens best wel grappig is en ook eigenlijk niet grappig tegelijk? Is dat, we hadden allebei op onze Insta gezet. Hey, we gaan naar Brussel. Weten jullie leuke plekjes? En ik heb nog nooit zoveel mensen horen zeggen. Nee, Brussel is niet leuk, Brussel is kut. Dus ja, dat maar is net wat je er zelf van maakt, toch? Ja, dat is het dus ook. Dus ik denk dat heel veel mensen, ja. Ik weet niet, maar dit is de eerste keer dat ik echt veel mensen hoorde over dat Brussel niet echt een leuke stad is. En dat je er niet makkelijk doorheen kan lopen. Maar goed, we gaan het zien, jongens. En Ella die is aan het dagvloggen op TikTok. Dus ga maar even kijken. Ik moet gelijk even gaan tanken, jongens. Ik kan nog maar 88 kilometer en dat gaan we niet halen. Dat is alles niet. Het is volgens mij echt altijd inderdaad. Als ik de auto instap, heb ik standaard gewoon moeten tanken. Dan had ik maar een andere auto moeten kopen, El. Een diesel of een hele, ja. Kan je dan ook een pruik voor mij kopen? Waarom? Mijn haar gewoon niet zit vandaag. Schat, ik vind je haar prachtig. Zullen we niet overdrijven, want ik vind je haar al een jaar leuk zitten. Alleen mijn haar. Nee, ik vind alles al een jaar, jou een jaar leuk. Ik wou zeggen, ik vind alles al een jaar leuk zitten. Ik vind eigenlijk alles al wel een jaar leuk zitten. Nou, jongens, daar gaan we. Richting de stad Brussel. Kijk nou is het weer helemaal statisch. Ja, maar je moet er ook niet zo aan zitten. Het zat net gewoon leuk. Het zat gewoon goed. Vrouwenproblemen, jongens. Dan zit het weer niet leuk. Dan is het weer te leuk. Dan ben ik weer te knap. Weet je waar ik zelf altijd heel benieuwd. Weet je waar ik dus echt last van heb, inderdaad? Ik stond vandaag ook weer voor de spiegel. En ik dacht, potjandori zeg, wat ben ik knap vandaag. Maar zeggen dat ik een keer knap ben, nee hoor. Dat zeg ik ook heel vaak, maar jij neemt het nooit van me aan en je hoort... Nee, omdat je het alleen in je vlog zegt. Nee, en het hoort, je hoort het niet. Het gaat gewoon door je heen. Ik werd vroeger ook op school gepest omdat ik te knap was. Oké, nou, let's go. Ja, jongens, dat moet ook gebeuren. Je komt niet zomaar in Brussel. Daar heb je natuurlijk wel benzine voor nodig. En dat is duur hier bij de pomp, langs de snelweg. Dus misschien had ik eigenlijk beter even Amstelveen kunnen tanken. Dat scheelt me wat geld. Maar goed, wat moet, dat moet. Jullie kunnen het waarschijnlijk niet lezen, maar op dat witte plaatje hier staat... complimenten of klachten over mijn rijgedrag. En dan een nummer erbij. Ik zit te twijfelen of ik moet bellen. Zou ik gewoon bellen en zeggen... Meneer, ik vind dat u fantastisch rijdt. En voornamelijk vind ik dat u het zo goed doet dat u mooi uw rem op tijd indrukt hier in deze file. Ik vind het zo fantastisch goed hoe u dat doet. Complimenten! Waarom zou je dat op je auto zetten? Ik heb het gevoel dat mensen daar inderdaad zeg maar, snel daar grappen over gaan maken. En ja. Of inderdaad snel klachten gaan hebben, bijvoorbeeld als hij te lang links rijdt of zo. Er is één zo'n filmpje op internet dat iemand gaat bellen van naar zo'n bedrijf dat op zo'n busje staat. Met van, yo man, zit je nu in de bus? Ja, dat klopt. Ja, goedemiddag. Ja, kan je even naar rechts gaan? Oh, sorry. En dan zie je die bus naar links gaan. Of naar rechts. Maar goed, we zijn onderweg en we moeten nog ongeveer een uurtje rijden. En dan zijn we in Brussel, jongens. En ik ben heel erg benieuwd naar de hotelkamer, alleen we kunnen er pas om 3 uur in. Dus dat is eventjes wat minder. We hebben helaas geen bad. Jij wilde heel graag een bad, hè? Ja. Ja, sorry. Ja. Even bezig. Ik kan ook echt totaal niet multitasken. Als ik een berichtje aan het typen ben en iemand gaat tegen me praten, kan ik gewoon niet reageren. Ja, dat was ik dus net aan het doen.
Ja, daarom moest ik lachen. Ja. Het is niet ook geen lachen omdat je niet geïnteresseerd was, maar ik moest gewoon lachen omdat ik wist dat. Heb je nou een gaatje in mijn broek? Nee, niet uitrekken. Niet uitrekken. Je hebt een keer een andere broek aan. Ja, die andere zit in de was. Heb je die niet mee? Nee. Yes. Ella vindt mijn Stone Island broek, die cargo pants, vindt ze nou, leuk. Nou, ik ben hem een beetje zat als je het niet hebt. Ja, maar weet je, kijk, weet je waar ik dus achter kwam? Ella is hem niet zat, omdat ik hem zo vaak aan heb, maar Joris had het laatst ook. Die zei ook van, jezus, je hebt altijd deze broek aan. Maar ja, weet maar je, je hebt komt? Ook altijd nee, die broek aan. Als ik deze broek 4 dagen achter elkaar aan heb, dan zeg je er niks van. Nee, maar omdat een spijkerbroek anders is dan zo'n groene, opvallende, gekke, rare broek gewoon. Wat, ja, maar ja, omdat het dus een opvallende broek is, hij valt dus op, dan denk je dat ik hem dus vaak aan heb. Maar ik heb hem... Doe nou niet alsof je hem nooit aan hebt. Je hebt hem echt vaak aan. Ja, maar ik heb hem niet 2 dagen achter elkaar aan. Nee, echt niet. Nu maak je echt een grapje, hè? Ik heb hem niet vaak... Je hebt hem altijd van vrijdag tot zondag sowieso aan. Helemaal niet. Wel. Dit is lulkoek. We zijn natuurlijk ook vorig jaar, volgens mij was het ook ergens in februari, maart, zijn we naar Parijs geweest. En toen hadden we echt geluk met het weer. En gelukkig gaan we dus nu ook weer richting Brussel en is het weer top weer, jongens. Ja, het blijkt toch een kutstad te zijn. Dus het is kut weer, daar kan er gewoon bij. Nee, het is niet echt denderend weer. En volgens mij blijft het ook een beetje heel het weekend een beetje slecht weer, toch? Ik heb geen idee. Je had het toch opgezocht? Ja, maar... Check eens. Zul je zien dat wij gewoon straks de heel het weekend gewoon in de regen gaan lopen. Naar Brussel. 7 graden met regen. Leuk, 7 graden met regen. Morgen is 6 graden met bewolking. 6 graden met bewolking? Ik heb geen jas mee. Ik zei het al. Nou ja, ik heb zeg maar... In Antwerpen is het warm. Ja, tuurlijk. Daar staat het, jongens. Brussel! Aangekomen. In Brussel, jongens. Dit is het. Ja. Ja, dit is het. Maar ja goed, we zitten nu nog een beetje in de buitenwijk, want we komen echt net van de snelweg af. Maar we zijn officieel in Brussel. Wat is je eerste impressie? Het lijkt een beetje op Parijs. Parijs? Gewoon en zo. Zie je dit op Parijs lijken? Ik zie hier geen Eiffeltoren. Maar gewoon die hekjes en zo. Bij de tram daar bedoel je? Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik nog niet gelijk het gevoel heb dat we in Parijs zijn. Maar we gaan het zien. Oh jongens, dit is echt ideaal. Ik wilde hem eigenlijk net bijna op de straat neerzetten. Maar ze hebben hier gewoon bij, want we slapen in het NHOW Hotel. Dat heb je ook in Rotterdam en Amsterdam. Maar ze hebben hier dus gewoon een eigen garage, jongens. Dus dat is wel echt heel erg nice. Dan hoeft hij niet op de straat te staan. Vind ik toch altijd een beetje, ik vind het toch een beetje kut of zo als mijn auto dan op de straat staat. 'S Nachts in steden zoals Parijs en zo. Oh. Aangekomen in Brussel, jongens. In de garage. Huppa, deur gaat dicht. Dat is wel echt lekker dat hier een garage is. Dat scheelt weer, hè? Dat scheelt weer. Wat bedoel je, dat weet je niet? Nou, soms moet je er heel veel voor betalen. Nou, dat zal wel niet. Maar ja, goed. Ik heb inderdaad lief wat ik net ook al zei, dat ik er dan voor moet... Jezus. Ik dacht nog dat ik mijn koffer was vergeten, maar die ligt natuurlijk op de achterbank. Dat ging ik even. Nee, maar wat ik zei, ik heb liever dat ik nog extra moet bijbetalen voor de garage hieronder dan dat ik op straat sta. Redding, staat hier ook. Redding. Ella vindt het een enge parkeergarage. Hoezo vind je... Zo'n liftje. Waar heb jij het allemaal over? Dit is toch juist... Het is gewoon een stads... Het is net een stadsparkeerplaats. Gewoon echt laag, klein. Ja. Een klein, eng, fel liftje. Het komt allemaal goed, El. Ja. Het is echt top, jongens. We zitten dus helemaal bovenin het hotel op de 8e verdieping. En dat is chill. Ik had een kamer gedaan met uitzicht. Vind ik altijd gewoon nice. En we kunnen er gelijk in. En het is nu 12:30. Eigenlijk zou het pas om 3:00 vrij zijn. Ja. Ha, wat een geluk, jongens. Hey. Wat een leuke stad. Wat een leuke stad. En wat een goed begin. 803. Dat is naar links. Oh. Darkroom in use? Wat is dit?
Wat een grappige kamer, ja. Kijk, volgens mij... wacht even hoor. Doe eens dit... Je moet dit ding... dit is... Oh, kijk eens. Kijk. Dit, jij dacht echt, ik kom in een soort van raar klein hokje terecht. Oh, dit is wel lekker, jongens. Zo, vind je wel een groot bed. Ja, oh lekker, dan hoef ik lekker niet bij je te liggen. Want na een jaar ben ik daar wel weer klaar mee. Lekker zo in mij altijd. Nee, na een jaar ben ik dat wel zo zat. Nee, dit is top, jongens. Dit is echt een heerlijk kamertje. Ik vond sowieso die foto's vond ik ook al nice. Ja, doe maar even open. Oh, hier, dit is ook top. Hey, kijk eens even. Zo, ik kan echt lekker... Lekker kijken. Ja, dat vind ik dus altijd nice. Ik vind het altijd leuk dat als je naar een stad gaat, dat je wel... zicht heb op iets, weet je wel. En toen we in Londen waren bijvoorbeeld, keek je tegen een muur aan. Dat vond ik dan zeg maar net niet chill of zo. Het is lekker, gewoon lekker zo, hup, altijd de gordijntjes open. Oh, dit is ook lekker, hé. Hey, kijk, ik zie dat platonium. Platonium? Of hoe heet dat ding? Atonium. Atonium. Stel dat daar. Kijk, daar. Wat dat ding groot. Atonium. En daar is ook die kerk. Markt. Ja. Daar is het Monica Pies. Dit is een leuke plek, hè? Ja! Ja, ik vind het leuk. Oké, het hotel is geslaagd. We gaan gewoon dit weekend deze stad raten gewoon. Raten? Dat we gewoon aan het einde van het weekend gewoon kunnen zeggen of dit nou een leuke stad is, ja of nee. Ja, we moeten wel. Ja, we moeten wel. Kom hier. Nou goed, ik ga even, laten we even een beetje uitpakken, even lekker een beetje settelen. Eventjes liggen. Oh, mijn haar. En dan gaan we even eten. Hou nou eens even op over je haar altijd. Ja, zo. Ik vind het haar. Wie is dit? Oh. Wie zit... Zo, dat haar zit goed, hé. Jan Dory zeg. Wat een Sorry. Sorry, ik was even... Was je weer afgeleid? Ik was even afgeleid. Ja. Kan gebeuren. Nee, jongens, topkamertje. Lekker groot bed. Enge kamer. Ja, ja, maar dat is NH altijd. NH is altijd een beetje gekkig, zeg maar, als in... Hoe gaat dit allemaal aan? Ik zie je. Oh, hier. Ja, oh, daar. Zo zwart en zo. Ja, nee, ik vind het wel grappig. Hey. Ja, prima badkamertje zo. Lipbalm? Mooi. Dus wanneer krijg je dat nou weer in je hotel? Nou, gewoon. Voor mensen zoals jij. Oh, kijk nou mijn haar, vind. Hou nou eens op met het gezeur over je haar. Kijk nou even. Lijkt wel een vogelnest. Ja, ik vind van niet. Zo, wat een stuitenbed. Huh? Ja. Dat is een heel hard stuitenbed. Oh. Hier is je koffer. Mijn koffer. Wil jij ook eens opspringen? Dat is een stuitenbed. Jezus. Het is echt zo, ik maak ook geen grapje. Oh. Oh. Misselijk gelijk. Ja, ik ga lekker even een dutje doen, jongens. Nee. Jawel, ik ga even lekker slapen. Nee. Nee, grapje. Was een grapje, doe even, hey. Baby, calm down. Calm down. Lucht er maar op gaat af. Ik hoor echt lijp veel sirenes de hele tijd. Brandweer, ambulance, politie. Ik weet niet wat er gebeurt, maar nou, klinkt leuk. Wit of zwart? Heb je ook nog zo'n zwart jasje mee? Oh, die zag ik liggen. Ik zeg zwart. Nou, met deze schoen of met die? Die. Welke tuin? Schoenen of sokken? Sokken. Ja? Wij gaan dus nu richting het centrum lopen, naar de grote markt. En dat is 20 minuten lopen. Ja, dat is goed voor ons. 30 minuten. Gaan we een half uur lopen? Nee, we gaan niet naar de grote markt. Oh, nou, we gaan naar een ander tentje. Maar we gaan even werken onze stappen tellen, jongens. Lekker de stappen tellen omhoog krikken. Ja, 10 kilo lichter als we... Ja, dat moet wel lukken. Of we pakken naar zo'n step. Dat is ook wel lekker windje erbij. Step? Huh? Ja, vind die steps een beetje eng. Ik zei net ook al tegen El, een stad is zoveel mooier als er gewoon zon is. Zeg maar Parijs en Amsterdam, gewoon alles. Laatst liep ik ook weer door Amsterdam. Toen het helemaal zonnig was. Dat is zoveel lekkerder dan zeg maar een grauwerige stad. Ja. Maar ik moet zeggen, dat zei ik net ook tegen El. Dat ik het sowieso lekker vind om gewoon door een stad te lopen die ik niet ken. Gewoon een beetje, ja... Gewoon een beetje checken, wat jij ook zei, je komt dingetjes tegen. Heb je geen last van het licht? Ik vind echt wel licht. Van het licht? Nee, niet echt. Ik heb geen last van het licht. Wat fijn hè, zo'n gratis föhn. Nou, niet echt. Nou, ik vind het goed zitten juist nu. Vind je haar net een beetje leuk? Nee, ik vind juist dat het nu zo leuk zo. Nee, bij jou zit het leuk.
Bij mij gaat die hele haarlak plat naar. Nou jongens, we zijn onderweg. Ella die heeft bij het hotel een paraplu gevraagd. Alleen, ik zei, doe nou maar gewoon dicht. Het waait nogal hard. Nu valt het wel mee. Nee, we gaan niet weglopen voor je problemen. Oh. Nou, kijk eens eventjes wat we tegenkomen, hè. Zo zie je nog eens wat van Brussel. Bizar. Zo zie je nog eens wat. Ik weet niet wat het is, maar het ziet er... Ja. Een paal. Het is een heilige paal. Een heilige paal. Ja, ik heb dus heel veel kritiek gekregen op dat wij niet wisten wat... Wat? Wat dat ding in Londen was. Oh, dat paleis toen? Ja. Ja. Dus misschien moeten we even niet meer zo los zeggen altijd. Nou, ik blijf gewoon lekker domme dingen zeggen. Nou, ik denk dat die man daar bezig is. Maar hoezo? Je zegt nooit wat doms. Maar het is meer van, als wij dat toch niet weten en ons niet in hebben verdiept. Ja. Ja. Dus ja, we zullen vast ook wel mensen zeggen, ken je het niet? Nee. Dit is super bekend. Maar nee, het ziet er leuk uit. Leuk. Nou, we gaan door. Wat? Chocolatier. Oeh, chocola. Ja, we moeten nog chocola voor je moeder meenemen, hè? Ja. De moeder van Ella die zei gelijk van ja, neem wel chocola voor me mee. En we moeten wafels eten hier. Nou, we moeten al helemaal niet. Oh, zeker wel. Oh, wel. Ja, nee, we moeten wel wat. Ella is de reisleider dit weekend. Dit is niet mijn paraplu, is gewoon mijn stokje. Ja. Ja, El, ik moet wel zeggen, dit lijkt wel een beetje op Parijs zo. En dan heb je daar op de hoek is zo'n Paul-restaurant. Dat heb je ook overal in Parijs en Frankrijk en zo. Ja, is dat leuk. Zoek even een leuk lunchtentje, jongens. We zijn nu een beetje in een soort van winkelstraat. Want daar aan de overkant heb je dus een hele strip met winkels. Hier ook een hele strip met winkels. En daar boven, volgens mij echt zieke appartementen daar. Ik weet niet of het appartementen zijn of dat het een hotel is. Maar het ziet er echt heel dik uit. Wel gaaf, hè, dat gebouw. Ja. Daar. Maar je hebt allemaal mooie winkels hier. Rimowa. Ik heb dus ooit zo'n koffer gekocht. Dat is trouwens een heel grappig verhaal. Ik had dus een koffer gekocht bij Rimowa. Want dat was de eerste koffer die ik ooit kocht. Dus ik had geen idee hoe duur zoiets was. Dus ik ging naar de bijenkorf en ik dacht, nou, ik heb gewoon een goede, stevige, harde koffer nodig voor mijn spullen en zo. Toen had ik een Rimowa gekocht. En toen keek iedereen me echt raar aan van, wat de fuck heb jij nou weer gekocht? Bleek het zeg maar een soort van onder de Louis Vuitton onder de koffers te zijn. Toen heb ik hem teruggebracht, omdat hij echt bizar duur was. En zonde, want een koffer hoeft niet zo duur te zijn. Dus door wind en door regen hebben we het gehaald. Hier is het, La Fabriek. Dit blijkt een leuk tentje te zijn, jongens. Nou, ik ben benieuwd. Het zit wel op een grappige plek, zoals van in een park. Hoe heb je dit gevonden dan, El? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Online? Oh, ik denk dat we hierheen moeten. Het is een soort van parkhuis. Jezus, wat een grote hond. Maar goed, hier niet. Wel een klein schattig parkje, joh, dit. Lekker warm chocomel, cappuccinootje. Helemaal lekker. Zware lepel? Ja, dat is wel een pittig ding. Ik heb een crispy chicken besteld. Jij hebt een Act Benedict. Ik weet niet wat ik allemaal. Ja, zo'n broodje van eigenlijk een broodje ei. En dan lekkerder gemaakt, zeg maar. Bacon. Beetje. En nou, we gaan het zien, jongens. Wie is die knapper daar op de achtergrond? Dat is mijn vriendje. Wow. En je zal al maar een jaar met hem hebben. Bizar. Oh, daar is de kip en het broodje ei. Lekker hoor. Ziet er goed uit. Wij hebben heerlijk gegeten, jongens. Het was lekker. Lekker crispy chickentje. Wat? Nee. Je keek me echt heel zielig aan. Het was echt zo dit zo. Alsof je iets ging zeggen. Ja, ik weet niet wat ik zeg dan hoor. Nee, maar we hebben lekker gegeten. Ella had lekker een eitje. Ik had lekker een crispy chickentje. En we gaan nu gewoon weer lekker verder lopen. Het is niet ideaal weer en het waait ook redelijk. Maar goed. Dat mag de pret niet drukken, jongens. We zijn in de Moncler wereld. We zijn in de Moncler winkel en kijk eens hoe schattig dit. Eerlijk, als ik een meisje zou hebben, zou ik zoals dit wel leuk vinden, hoor. Dit? Ja, gewoon hier. Als je een meisje hebt, Moncler jasje aan. Is toch schattig? Oh, dit is leuk. Heel schattig. Nou, ik vind dit dus wel gangster. Ja, nou zo'n wit shirtje eronder. Jordans aan. Oh, nou. We zijn even lekker. Oh, deze is vet. Deze is oprecht dik. Als mijn ouders dit zien, Vin, dan denk ik echt dat ik het morgen uit moet maken. Waarom? Mijn ouders vinden dit verschrikkelijk. Oh, echt? Ja. Ik vind dit wel een vet jasje voor als je een kind hebt. Nou, ik vind dit ook echt wel schattig. Nou goed, we gaan even doorkijken. Maar wat zeg jij nou net?
dat als jouw ouders dit zien, dat je het gelijk moet uitmaken? Nou, ik was een keer met hun in de Bijenkorf, of weet ik van waar het was. En daar hadden ze echt zo'n mini schattig Burberry pakje. Dus ik vond het helemaal schattig, helemaal leuk. Nou, mijn vader, jongen, die kon me wel doden, gewoon. Ga je kind niet aan. Nou, kijk, ik moet zeggen, ik zou ook niet zo snel. Voor een baby zou ik niet dat soort pakjes kopen. Ja, maar weet je wat, omdat je weet is? Dat het is binnen twee maanden is het weer uit. Nou, kijk, als een kind zeg maar 12 is, dan snap ik het nog wel. Ja, maar als een kind 2 maanden is, dan is het binnen 3 maanden weer uitgegroeid. Dat is ook helemaal kut. Maar ik vind bijvoorbeeld. Ja, Julie Reinders of zo. Die moet een kind ook van die Burberry-pakjes aan en zijn kindjes. Maar dat is ook misschien omdat zij in de fashion zitten en dan is het allemaal een beetje normaal. Nee, maar vind ik het juist heel leuk. Oh. Oh, oké. Okay. Ja, ik weet het. Maar sommige dingen niet. Alleen, ja, het meeste eigenlijk wel. Maar daar ziet het er ook gewoon leuk uit. Je kan het gewoon weer doorverkopen dan. Ja, dat wel. Hey El, weet je wat mij dus opvalt? Ja. Dat het eigenlijk best wel rustig is in de stad. Ja. Voor Pasen. Zo'n paasweekend. Ja. Soms heb ik echt het gevoel dat als ik ga filmen dat jij een soort van een zieke error in je kop gaat. Dat jij ook echt zo, Nee, maar soms heb ik niet door dat je aan het filmen bent. Dus dan zit ik gewoon daar te kijken. Of, oh. Of dan struikel je. Ja. Hey. Voor wat zeg je nu hey? Ik denk hey, er zit een leuke winkel. Dat is niet goed joh. Gaat goed met jou El? Ja hoor. Oh. Mevrouw die wil heel graag een wafel. Dus die gaan we halen. Oeh, zo, dit ziet er wel heel lekker uit. Zo, hé, dit zijn allemaal wafels. Ja, dat is wel veel. Wat wil jij erop? Doe jij maar wat jij erop wilt. Heb jij nou even een rij staan dan? Er is gewoon een rij hier. Hey, kom eens even hier. Wat heb jij daar? Laat ze zien. Laat eens zien. Wow. Maar moeten we niet twee smashen? Nee, we delen wel. We zijn weer ergens uitgekomen. Nou, El, wat jij net ook zei, ik moet zeggen, ik had zeg maar Brussel lelijker verwacht. Ja, ik had echt gewoon een beetje gewoon een lelijke stad. Ja, maar kijk hier. Maar weet je wat het is? Wat een mooie gebouw, ja? Ik denk dat Amsterdam eigenlijk gewoon heel lelijk is. Dat dit wat gewoon... zeg jij nou? Nee, wat? Maar dat dit gewoon normaal is. Snap je wel? Amsterdam is niet lelijk. Kijk, dit is wel een mooi pleintje, jongens. En we lopen nu richting een soort van paleis, denk ik. We lopen hier echt zeg, zonder enige research. Nee, jij hebt de navigatie, maar je kijkt iedere keer niet naar. Nee, omdat ik het hier leuk vind, dan denk ik, we lopen gewoon. Ja, dit ziet er wel gaaf uit. Het is een mooi pleintje. Ik ga eens even kijken wat het is. Ja, zoek jij eens even op. Wat is dit? Ja, zeg maar. Koninklijk Paleis. Hierachter dus. Kijk. Kom eens even onder. Ja, die kut paraplu. Ik ben helemaal zat. Kijk, we zijn hier. En dit is dat park wat jij bedoelt, denk ik. Nou goed, weet je, het ziet er leuk uit. Ik vraag me altijd af wat hier vroeger mee gebeurde. Ik weet niet, ik had laatst met iemand erover ook dat ik zeg, ik vind geschiedenis, vond ik op school ook altijd heel interessant. En dan heb ik bij elke kerk, heb ik dat nog steeds bij een gebouw in een stad. En ik denk van, waar werd dit vroeger allemaal voor gebruikt? Van wie was dit? Weet je, bijvoorbeeld. Zijn we bijna bij Manneke Pis? Ja. Zal ik hem eens even lekker onderzeiken, hè? Ja, zou ik, weet je, hij zit er wel heet te pissen. Ik ga hem eens een keer onderpissen. Ja. Allemaal mijn poos en pelgen straks in de comments. Nee hoor, jongens, dat doe ik niet. Ik moet zeggen, jongens, Brussel heeft wel echt gave gebouwen ook hoor. Zoals deze. Wat? Oh, zo. Dat is ook wel een gaaf, ja. Godzidorie, ik kan me zo irriteren aan die regen op mijn lens. Dat je dan van die vlekje, van die wazige vlekjes ziet. Maar goed, jongens, ik kan niet de hele lekker tijd. Ik moet onder mijn paraplu blijven. Wat is dit toch? Ja, je neemt mijn taak wat over, is... hè? Ik was hier de reisleider. So, because of the my man. Do you enjoy the time with me? Yeah. That's the most important thing. Kijk nou hoe leuk. Wat een uitzicht. En jongens, we zijn bijna bij Manneke Pis. Zo, je ziet het. Maar ja. Toeristische kraam. Ja, hier opeens allemaal frietkramen en chocolade wafels. Maar ik vroeg net aan El, wat is er nou eigenlijk zo bijzonder aan Manneke Pis? Hier links bedoel je? Ja. Nou, we gaan hem zien jongens. Dit wordt hem. Oh, dit is het. What the fuck? Echt? Ja, dit is het. Dit is best wel een anticlimax.
Ja, ik had echt een heel groot plein verwacht. Ik ook. Oké. Dit is het dus. Nou, ik had echt zo'n mega plein camera security. Wat? Ik, nou ja, hè? Besef dat dit dus echt gewoon lijpe attractie is hier. Maar mensen gaan ook mee op de foto. Het is eigenlijk een stalen beeldje. Maar er zit er wat meer achter. Daar vraag ik me af, is dit, wat is er nou zeg maar zo speciaal aan zo'n manneke pis ding? Nu heb ik wel het gevoel dat ik hem, nu heb ik wel het gevoel dat ik over hem heen moet pissen. Ja. Nou, hij valt, ja. Hè? Ja, echt bizar jongen. Kijk dan. Kijk deze mensen dan ook allemaal. Die willen allemaal met manneke op de... Die willen allemaal met manneke. Echt bizar. Kijk, hier op de Grote Markt staat echt een fucking lijp gebouw. Daar ook. Nou, dit is tot nu toe serieus nog het vetste wat ik heb gezien van Brussel. Mannekepis viel echt heel erg tegen. Ja, dit al. Is, ja kijk, dit het vind ik vet. Lul, hè? Hier, kijk deze ook. Ja, weet niet jongens, wat ik net ook al zei. Ik vind gebouwen altijd best wel... Gewoon van die oude gebouwen, van die mooie gebouwen vind ik altijd wel indrukwekkend. En dan ben ik altijd heel erg benieuwd waarvoor het werd gebruikt, van wie het was. Ik voel dit soort gebouwen ook. Kijk dan, het is toch lijp? Er zitten zeg maar allemaal van die gouden dingen op. Ik weet niet of het echt goud is, geen idee waarschijnlijk. Verf, maar het ziet er echt heel vet uit. We kunnen hier ergens een wijntje drinken dan. Ja, we kunnen wel even ergens op het terras zitten. Even kijken, de zon komt van... Oh, kut. De zon die komt van die kant. Nee, er is geen zon. Verdomme. Nee, maar... Verdomme. Ik zie daar leuk staan. We zijn onderweg naar een skybar hier in de buurt. En dan gaan we daar even, gezellig wat drinken. Ja, voor mij een goed uitzicht. Een beetje naar rechts filmen. Ja, heel mooi. Heel mooi. Zo, wat is dat voor gebouw? We zijn nu bij de cocktail bar en het is gezellig druk. Dus, de tafel is ook heel lang. Ja, dat is echt zo'n lange. Wat een tafel. Kijk eens even, hé. Een pornstar met 10. El, proost. Hij is wel lekker, maar wel sterk. We zijn weer lekker terug op de kamer, jongens. Boah, ik ben echt wel een beetje moe. Ja, maar jij had niet zo lekker, hè? Nee, ik was sinds maandag al ben ik zeg maar echt een beetje soort van... maandag en dinsdag en woensdag was ik een beetje... Beetje koortsachtig. Ik was in bed heet aan het zweten. En ik had hoofdpijn en zo. En dan heb ik bijvoorbeeld nu weer de hele dag gelopen. En dan merk ik dat ik gewoon wel echt snel gewoon moe ben. En gewoon slappig. El, we hebben vandaag 13.724 stappen gezet. Is dat eventjes lekker? Nu eventjes relaxen. En eventjes checken waar we gaan eten. Er is wel een heel goed restaurant hier in de buurt. Waar je hele goede pasta's kan eten. Dus waarschijnlijk gaan we daar even lekker wat eten. Ja. Even lekker een pasta. Ja, echt zin in. Ja, ik ook. Ik heb eventjes mijn andere lens erop, want we hebben net foto's gemaakt. Nou ja, goed, ik heb foto's gemaakt van El. Maar we gaan gezellig naar een Italiaantje en we gaan daar... Nou, Italiaantje, volgens mij is het helemaal niet een Italiaantje. Napoliees. Ja, dat is een beetje hetzelfde als een Italiaan. Ja. Ben jij bloot? Helemaal niet. Nee, nu niet meer, nee. Maar toen je aankwam ook wel. Kijk nou eens even, hé. Maar goed, we gaan dus met een Uber gaan we weer richting het restaurant. En op de kaart kon je vlees eten, pasta's, pizza. En het zag er echt top uit. Dus wij reserveren. Wij willen online reserveren. Omdat het vol was. Maar je moet altijd eventjes bellen, jongens. Dus wij bellen. Zeggen, wij willen heel graag eten vanavond. En we hebben een tafel gekregen, jongens, dus let's go! Nou, jongens, de Uber is besteld. Hij is over 6 minuten, maar het is een Mercedes-Benz V-klasse. En bij de foto staat een busje. Ik weet niet precies welke een V-klasse is, welke het precies is. Maar we gaan het zien. Ja. Nou, we zien er weer goed uit zo, schat. Gaan we lekker pasta eten. Wat zie ik je nou weer nee te schudden? Gewoon, jij zegt het altijd als die camera aanstaat dan. Ja, je zegt het net in de lift, omdat ja. Ik zeg dat ik het niet vind. Nou, hoezo? Nou, goed. Nou. Maar goed, we gaan even lekker eten, jongens. En ik heb trek. En jij ook. Ja. Kijk nou even wat top. Nou, we hebben een busje voor onszelf. En dit is helemaal perfect. Kijk dan. Kunnen we gewoon Tom en Jerry kijken achterin? Ja. Wel lachen.
Kijk, en dan stappen we uit. Precies, voor de deur van het restaurant, Spago. Ik ben benieuwd. Het ziet er gezellig uit, open haartje aan. Het is nu al perfect. Dit kan het wel aan, maar goed, we hebben nu deze. Dus... Zeker als ik deze op heb, dan kan ik helemaal aan. Daarom, proost. Zo jongens, het voorgerechtje. De bruschetta's. Voorgerechtje? Ja, ik zei ook. Hij zei ook zo van, ja, zijn vier kleine slicejes. Ja, maar Italiaan eet gewoon heel veel volgens mij. Ja, of nou, weet ik niet hoor. Want mijn vader is ook in Italië en die kreeg gewoon vijf gangen of zo. Ja, oké, maar dat kan per restaurant anders zijn. Maar, ja, maar weet elk niet. Restaurant. Ja, dit is wel lijp. Nou, eet smakelijk. Emma die heeft een lekkere pasta carbonara en ik heb een stuk vlees, jongens. Potje Andori, kijk hem naar zijn liggen en shinen. Voor de mensen die zeiden dat er geen goede tent in Brussel zitten. Nee, dit is echt een goede. We hebben het. Deze hebben eventjes uit je dingetje, uit mijn mouw geschud. Ja, die burrata van net, jongens, is echt niet helemaal lekker. Kijk, mayonaise. Deze mayonaise is ook niet op. Nee? Ja. Ik hou dus niet van tomaat. Ja. Waarom bestel je dan burrata, zou je zeggen? Nou. Deze is echt lekker. Zo, dit was lekker. Ja, deze is echt top. Deze is echt top. Nou, jongens, eet smakelijk. Zullen we nog meer kaas op doen of ja, ben ik klaar? Ja, doe maar. Holy shit, jongens. Ik meen het serieus. Ik ben zo blij dat we nu zijn gaan eten. Ja. Het is echt niet normaal lekker. Ik kan serieus wel zeggen dat dit het beste stuk vlees is wat ik in tijden heb gegeten. Dit is ook serieus de beste pasta die ik ooit heb gegeten. Het is echt bizar. Ik zou daar helemaal van versteld. Ja. Ik besef dat ik eet echt vaak vlees en ik hoorde mezelf net zeggen dat dit een van de beste stukken vlees die ik in tijden heb gegeten. We zijn klaar met eten, we hebben rekening al gekregen. Maar ik heb een limoncelletje gekregen van het huis. Maar hij is best wel pittig, moet ik zeggen. Ik denk ook zo'n gekke bek als ik aan doe. Wat een weertje buiten, jongens. Hey. Jongens, het is nog harder aan het regenen dan vanmiddag. Die bus. Ja, dat is hem. Oh ja, dat is hem, ja. Oké, let's go. Ren maar naar de Uber. Ja. Kom maar, ren. Oh, daar is hij, Kom wel. Je moet rennen. Hij rijdt weg. Oh, of hij stopt hier. Hij stopt hier. What the fuck? Die Uber staat letterlijk hier. Maar hij heeft ons gecanceld. Maar het is precies hetzelfde kenteken. Dus we moeten even een nieuwe boeken. Lekker is dat. Daar zijn we weer, jongens. Zo. Daar zijn we weer, jongens. Op de kamer. Godzidori. Wij gaan lekker ons bed in. En we gaan lekker slapen. Dus ik ga hem denk ik afsluiten voor vandaag. Dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen weer bij... Een nieuwe. Een nieuwe. Later.